De aanpak van de zogenoemde vogelaarwijken in de stad, de Hoogte en de Korrewegwijk, is goed geregeld. Dat zegt wethouder Frank de Vries naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant vanochtend. In het artikel staat dat in veel gemeenten het extra geld voor de prachtwijken een sigaar uit eigen doos is. De kosten van al bestaande wijkvernieuwingsprojecten worden dan nog een keer opgevoerd als vogelaarwijken geld. De 48 miljoen euro die in de Hoogte en de Korrewegwijk gestoken wordt, is volgens de Vries dan ook echt nieuw geld. We hebben uh, het lokale akkoord, daar hebben we afspraken over gemaakt. 1 miljard investeringen in, uh, in, in de 14 prioriteitswijken in de stad. Plus extra investeringen in buurt en wijken. En daarbovenop komt dus in de Korrewegwijk en de Hoogte uh, de investeringen die we doen in het kader van, uh, van de Vogelwijken. Dus dat is, uh, dat, zijn, dat is niet alleen nieuw geld. Het zijn ook nieuwe maatregelen. Als je kijkt uh, wat in de plannen zit, dan zitten er veel wat wij noemen maatregelen die achter de voordeur uh, uh, gaan. Nou, Daar hebben corporaties in het verleden nooit uh, aan bijgedragen. Daar gaan wij nu wel aan bijdragen. Dus dat is gewoon een nieuw, uh, nieuwe inzet van, uh, van geld uh, voor ons. Ja, en wat moet ik me voorstellen bij maatregelen achter de deur? Nou, en uh, als ik kijk naar de hoogte waar de huismesters uh, actief is. Daar is bijvoorbeeld veel uh, huiselijk geweld uh, voor. Er zijn jeugdzorgproblemen. Uh, nou, daar gaan wij samen met de instanties die daar verantwoordelijk voor zijn uh, mee, gezamenlijk mee uh, optrekken en ook uh, mee financieren om daar juist wat nieuwe uh, activiteiten te krijgen. Om aan het geld te komen voor investeringen in de Vogelaarwijken moesten de wethouders zelf onderhandelen met de woningbouwcorporaties. Deze onderhandelingen bleken in veel grote gemeentes enorme problemen op te leveren. In Groningen zijn de onderhandelingen tussen gemeenten en corporaties wel soepel verlopen. Nou, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we hier in Groningen al jarenlang met die corporaties goed samenwerken. We hebben recentelijk in mei vorig jaar een nieuw lokaal akkoord gesloten. Komende tien jaar weer investeringen van 1 miljard in de woningbouw en extra investeringen in buurt en wijken. Dus we hebben eigenlijk al een hele lange traditie van samenwerken. Dus je zou kunnen zeggen dat men in Den Haag in het kader van die vogelaanpak goed gekeken heeft hoe we het in Groningen doen. Volgens Peter Hillinga van de Huismeesters hebben de investeringen in de Hoogte en de Korenwegwijk geen nadelige gevolgen voor andere wijken in de stad. We hebben gezegd, het is extra geld en als we het geld niet hebben, dan uh, de, brengen we het op door verkoop van, uh, van woningen. Dus ons programma voor de andere wijken blijft uh, recht de overheid. De gemeente en de woningbouwcorporaties willen op 1 maart alle afspraken getekend hebben en dan ook meteen aan de slag gaan.